Yeah, very relieved. You know, we needed a win. So I'm glad that we managed to get a win today. We zijn natuurlijk vechten naar onze vorm. Ik vond dat we goed begonnen hoor. Ik denk dat we de mogelijkheid hadden om in ieder geval minimaal één goal te maken. Nou, vooral de kopkans natuurlijk van Stefano Denswil. Ik vond dat we het fris begonnen, de eerste 20 minuten. En eigenlijk daarna zakte het langzaam weg. We kregen niet meer de controle. Zij werden dreigen, een paar keer dreigen, maar niet echt grote kansen. Maar je zag dat we normaal gesproken meer controle hebben in thuis, maar ook wel uit. Maar dat was eigenlijk na 20 minuten was dat over. En toen ging het eigenlijk gelijk op. En misschien waren zij de eerste helft, zeg maar de laatste 20 minuten, de betere. Nou, ik vond dat we weer beter begonnen dan Zwolle. Tenminste, we hadden de controle. Alleen, we waren een paar keer slordig, waardoor zij een paar keer goede counterkansen kregen. Want ik vond de tweede helft vond ik ons meer domineren in ieder geval. Alleen zij kregen wel een paar keer met Benson dan een paar goede mogelijkheden. En ik moet zeggen, dan heeft Kenneth geleerd van de wedstrijd van Heerenveen. Want twee keer stond hij fantastisch klaar. En maakt het zo moeilijk voor Benson dat hij die kans mist. Compliment aan hem op dat moment. En, ja, dan heb je ook een beetje geluk nodig en misschien was dat wel typerend in de fase waar we nu zitten. Maar dat je er wel er doorheen komt, want alleen zo met keihard te werken en met een beetje geluk kom je er bovenop. En dat hebben we vandaag gedaan. Het was niet altijd, zeker niet sprankelend. Willen we natuurlijk veel beter zien. Maar 3 punten is op dit moment het allerbelangrijkste. En, dat hebben we gedaan en daar kunnen we weer verder op bouwen. It's nice to score tonight after what I've been through the whole week. But I just gave me support and they stood by me and that's why I had a clear mind tonight and my focus was just on the game. You look very excited after the goal. Yeah, I was very excited. I haven't scored in a long time, you know, so I was very happy. And you were important by the second goal. Yeah, I mean, was a nice pass to Corbin Sigtusson, and we made a goal, the insurance goal. It was very nice. Je zat te snakken naar een goal natuurlijk en thuis altijd natuurlijk. En als je dan hem maakt en hoe je hem uiteindelijk maakt, dat maakt niet zoveel uit. Maar hij was attent genoeg om die bal, afvallende bal op te pikken. En met een beetje geluk ging het erin. Ik zag volgens mij bij jou ook opluchting na dat doelpunt. Ja, natuurlijk. Je ziet dat je een beetje tegen jezelf aan het vechten bent. En je zag een paar keer goede mogelijkheden voor Pek Zwolle die gelukkig om zeep werden geholpen. En dan moet je een beetje geluk hebben. En gelukkig hadden we dat. Bij de 2-0 zag ik ook je reactie. Volgens mij verontschuldigde je bijna aan Ron Jans. Ja, dat is een lullig moment natuurlijk. Dat je hem zo tegenkrijgt natuurlijk. En ook gezien de eerste goal al natuurlijk. Maar het was niet minder lekker. Je debuut voor Ajax in de Amsterdam Arena, hoe was het? Ja, ik ben natuurlijk blij met mijn debuut. Ik zeg dat het wel aardig ging. Je ziet, het niveau is weer hoger, maar het ging wel aardig. Hoe was het om hier te spelen? Ja, het is een lekker gevoel om in Ajax hier te spelen en dat ik vandaag mijn debuut heb gemaakt. Maar de belangrijkste is dat we vandaag de 3 punten hebben gehaald. Ik vond dat hij zelf vrij goed speelde. Je zag wel dat langzaam de kracht weg ebte. En dan zag je ook dat hij verkeerde keuzes maakte op dat moment. Maar ik denk dat hij positief kan terugkijken op een geslaagde debuut. Op het einde zat ik best wel erin. Ja. En dat was wel een goede moment voor de wissel. Waar komt het dan door? Omdat het gewoon een zware wedstrijd was? Of waar ligt het aan? Nee, ik denk met het druk zetten. Dus, het vraagt veel energie natuurlijk en daar moet ik nog stappen in gaan maken. Nou, de focus to Barcelona? Yeah, it's a very difficult game, but they're a playing team. We are a playing team, so we must see what happens. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Barcelona is alleen maar mooi om dat mee te gaan maken. En dan kan het snel gaan, dus van Heracles naar Camp Nou. Ja, klopt. Het is alleen maar mooi om dat mee te maken.